Een waardig levenseinde heeft al vele jaren de aandacht en steun van het Humanistisch Verbond in het licht van het streven naar zelfbeschikking. En afdeling Almelo nodigde daarom John Bos, arts, werkzaam voor de NVVE en de Leefzijnenkliniek, uit om in te gaan op de moderne, actuele situatie rondom voltooid leven. Ja, euthanasie komt altijd op het bordje van de arts. En als je nou echt zegt, ik zou het anders willen, en dat is een van de standpunten van de NVVE, dat we dit graag een autonome manier van levensbeëindiging willen, dan zou je de arts niet nodig moeten hebben. En dat is in principe het doel van het wetsontwerp van Pia Dijkstra. Daar zit dan weer een nog niet bestaande levenseinde begeleider bij. En hoe dat tot stand gekomen is nog onduidelijk. Maar dat is het probleem. Het is dus in die zin niet een echt autonome route. Zou je kunnen uitleggen waarom die autonomie er nu niet is? Per slot van rekening kan iemand voor de trein springen. Ja, dat is autonomie, maar dat is geen prettige manier voor de patiënt die het doet, voor de mens die dat doet, maar ook niet voor de omgeving en met name niet voor de bestuurder van de trein natuurlijk. Maar ook geldt dat voor het van een dak van een hoog gebouw springen. En ook bij de Leefzijnenkliniek, dat is een kliniek die euthanasiewet toepast, dus daar is de arts wel degelijk nodig. Dus een autonome route, dat vraagt u eigenlijk? Nee, die bestaat nog niet. En dat is binnen de huidige wet en regelgeving ook niet mogelijk op dit moment. U vertelt dit de mensen, u gaat in op alle vragen heel geduldig en legt het gedetailleerd uit. Wat is uw drijfveer? Mijn drijfveer is dat ik het heel belangrijk vind dat mensen die een existentiële doodswens hebben, maar ook mensen die vrezen een mens onwaardig einde te moeten doormaken, om ze dat te kunnen besparen. En binnen de huidige wet, die sinds 2001 pas bestaat, is dat mogelijk. En mijn drijfveer is om dat breed bekend te maken en ook collega's daarover te vertellen, zodat iedereen, want heel veel collega's, artsen, die zijn nog niet zo duidelijk bekend met wat er allemaal kan binnen de wet. En denken ten onrechte dat ze strafbaar zijn. Dat is niet zo. Als je houdt aan de regels die er zijn, dan ben je absoluut niet strafbaar. Dus dat is mijn drijfveer. Om mensen te helpen die eigenlijk in nood zijn in deze zin. Van dat ze hun leven willen beëindigen, maar dat niet zelf kunnen of zelf mogen.